Yes, leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers met een multiculturele achtergrond. En vandaag zit ik in de studio met wederom een speciale gast. Ik zeg het altijd, maar ze zijn ook echt speciaal. En zijn naam is Murat Ilhan Shifchi. Welkom Murat in de studio. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Nee, graag gedaan natuurlijk. Ik ga even kort introduceren, zodat de kijkers en luisteraars een beeld hebben van welke baas je zit. En dan gaan we daarna lekker het gesprek aan. Let's go. Yes, Murat komt uit een echte bakkersfamilie. Hij is de oprichter van Ekmiktje. En hij rond zijn VWO-diploma af op jonge leeftijd. En daarna besluit hij tandheelkunde te gaan studeren. Tijdens zijn studie zet hij zijn eerste tandartspraktijk op. En tijdens het opzetten, tijdens het verbouwen van die tandartspraktijk, komt hij er eigenlijk achter dat dat niet hetgeen is waar hij helemaal gelukkig van wordt. Dus net voordat de verbouwing klaar is, verkoopt hij het geheel. Een beetje fast forward, in 2014 doen ze mee aan een pitch namens zijn ooms om iets op te zetten in de markthal van Rotterdam. Dat was toen echt super upcoming en nu heel erg succesvol. Nou, dat was een mooi concept. Ze wonnen de pitch en ze mochten beginnen met een eerste vestiging op dat moment. Niet veel later kwam er een tweede vestiging bij en inmiddels heeft Ekmiktje 14 vestigingen en staan er 3 op de planning die er op korte termijn bij gaan komen. En ze staan op het punt om te gaan internationaliseren. Dus ik zou zeggen, beste mensen, willen jullie weten hoe dit allemaal is begonnen, wat Murat heeft geleerd van alle fouten die hij heeft gemaakt en waar ze naartoe willen groeien? Blijf dan vooral luisteren of kijken. Yes, Murat. Yes, nou, dat was best wel een goede inleiding, denk ik. Goede intro, ja. Klaar, kunnen we afsluiten? Ja, misschien wel. Ja, wat mij opviel in de introductie is dat jullie echt aan de vooravond van de internationalisering staan. Ja. Ik heb je ook wel eens horen zeggen dat jouw horecaconcept, waar je nu volop mee bezig bent, Ekmiktje, dat moet een concept worden in de vorm van, je kent het wel, de westerse franchise concepten, zonder de namen te noemen, maar in ieder geval, je wil groeien naar een concept met meer dan 1000 vestigingen. Ja. Waar komt die wens vandaan om zo groot te worden? Ja, het is niet zozeer de wens om groot te maken, maar het is, ik denk, de podium om überhaupt wat voor de maatschappij te doen, om dat steeds groter te maken en op internationale naam. En als je dat vergelijkt met de westerse internationale namen, zij zijn op een gegeven moment ook ergens begonnen. Ja. Of het nou de McDonald's, de Subway's, de Starbucks van de werelden zijn, zeg maar. Ja. Die zijn ook ergens begonnen. En bij mij was de gedachte, waarom zou dat een familie uit Rotterdam-Zuid, een migrantenfamilie uit Rotterdam-Zuid, niet lukken? Ja. Ik ga graag uitdagingen aan. Ja. Zo begon het denk ik eigenlijk ook een beetje. En ja, nu denk ik dat we een goede basis hebben neergelegd. En we staan, zoals je net ook hebt gezegd, op de vooravond van onze eerste internationale stap ook. En los daarvan, ik denk, als ik jou nu ook hoor zeggen, 14 locaties inmiddels. Het begon natuurlijk als droom in 2014. Ja. En als we nu kleine 10 jaartjes later kunnen zeggen dat we al 14 locaties hebben, ja, dat vind ik al een succes. Ja. Je zegt net, mijn wens is niet per se om supergroot. Ja, tenminste, dat is wel je wens. Maar het idee is om het podium wat je dan hebt als supergrote keten, om dat te gebruiken om impact te hebben. Ja. Hoe zou je dat impact of dat stukje podium dan willen gebruiken om impact te maken? Ja, ik denk dat het sowieso acceptatie is van je medemens. Ik denk dat dat een heel belangrijk is en eigenlijk ook altijd actueel. Zeker ook in een multicultureel land als Nederland. Ja. Elkaar kennen, elkaar kunnen begrijpen. Ja. Maar ja, ook kijk, toen ik in het begin, toen ik begon eigenlijk met ondernemen in 2014, was het niet echt wat grotere ondernemers of wat dan ook, waarbij ik een beetje advies kon vragen of even kon kijken hoe zij het allemaal deden, of er een netwerk bij creëren. Het was toen allemaal moeilijk en hartstikke logisch. Want onze ouders of grootvaders, grootmoeders, die waren natuurlijk met hele andere dingen bezig. Ja. En ik denk dat wij nu de verplichting hebben juist om zulke dingen te creëren, of je nou ondernemer bent of loondienst bent of wat dan ook, ja, dat we de jeugd kunnen inspireren en de weg soms kunnen wijzen. Niet dat ze zozeer dezelfde weg hoeven te bewandelen, maar dat je ze überhaupt kan inspireren wat voor wegen er überhaupt bestaan. Ja. Toen ik klaar was met mijn VWO-diploma,
Ja, natuurlijk hoor je een aantal dingen en dat zijn de standaardberoepen wat je hoort. Maar ik wist echt niet wat voor studies er allemaal bestonden. En ja, dat hoor je eigenlijk vanuit je netwerk. Ja, dus je wereld was toen wat kleiner. Ja. En je probeerde die wereld nu te vergroten voor de mensen die... Te vergroten en iedereen, maakt niet uit van welke ras of geloof je bent of wat dan ook. Ja. Als ik daar ook maar een druppeltje invloed op zou kunnen hebben met mijn podium Ik Mik Je. Want je spreekt natuurlijk een veel grotere groep aan... dankzij dat. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ik ben nooit met... ik wil zo groot worden om zoveel geld te verdienen of om dit te doen. Ik weet niet, ik ben nooit met geld bezig geweest. Nu nog steeds niet. Misschien is dat ook een probleem. Maar ik weet niet, dat is nooit mijn doel geweest. Ja, impact maken en mensen inspireren is uiteindelijk jouw hoofddoel en altijd jouw doel geweest. Ja, het is ook de overlevering daarna. Ik kan me heel goed herinneren, het moment... ik heb op het gymnasium gezeten, dus wij hadden klassieke talen ook, Grieks en Latijn. Mm-hmm. En we hadden klassieke culturele vorming heette die vak. En dat was uit de Griekse oudheid, die mythologie en die verhalen waren aan het vertellen. En dat was het eerste moment dat ik het verhaal van Troje hoorde. Dat was nog voor de film. Mm-hmm. Verhaal van Troje hoorde. En daar was met Achilles was daar een stukje... en dat was, ja, iemand vroeg van, hey, jij mag de Griekse keizer, koning, ik weet niet eens meer wat het was, maar jij mag hem niet. Waarom ga je voor hem een oorlog voeren? Waarom doe je mee? Ja. Je hebt ook geen geld nodig, et cetera. En hij zei van, duizenden jaren hierna gaan ze het over deze oorlog hebben en ik wil dat ze mijn naam daarin ook gaan benoemen. Ja. En dat had zoveel impact op mij dat iemand op die manier... in oorlog gaat, gewoon je leven op het spel zetten, et cetera, noem maar op niet. Oké, hij was misschien in de mythologie was hij onsterfelijk, behalve zijn Achillespees dan. Maar ja, gewoon dat je met die gedachten wat kan doen. En bij mij was het ook van, dat zeg ik ook altijd, uiteindelijk komt er een eind aan, ook aan mijn leven. En ik hoop dat mensen alleen maar goede dingen over mij kunnen zeggen. En dat ik een klein beetje impact op hun of op hun kinderen of wat dan ook heb. Al is dat maar één persoon. Dan vind ik dat ik geslaagd ben. Ja, je bent hard op weg. Wat ik zeg, 14 vestigingen staan. Nou, er komen er een hoop bij. Ja. De fundering is gelegd om uiteindelijk zeg maar te schalen internationaal. Ja. Hoe we dat allemaal in gaan vullen. Hoe jullie dat allemaal doen. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. In de Van Niets naar Iets podcast beginnen we altijd aan het begin. Dus gaan we helemaal terug naar... De jongeren, de veel jongeren, je bent nog steeds jong, maar de veel jongeren, ja. Murat. Kan je nog herinneren, Murat, wat je wilde worden toen je jaartje 8 of zo, 9 was? Er waren heel veel dingen. Kijk, wat het bij mij ook was, ik denk dat ze al heel snel door hadden dat ik een slimme jongen was in de klas. Oké, die gaat waarschijnlijk naar het VWO. Ik kom uit Rotterdam-Zuid, achterstandswijk. Ja, welke wijk kom je van? Bloemhof. Bloemhof, ja. Geboren getogen in Bloemhof. En het was ook best wel een hechte Turkse gemeenschap daar ook. Maar wij hadden ook best wel een grote familie. Dus het was de eerste in de buurt, de eerste in de familie. Oké, deze jongen gaat naar VWO toe, zeker zeg maar eindbasisschool. Dus je hoort alleen maar... ik wil het geen maatschappelijke druk noemen, want ik begrijp het allemaal wel. Maar het was heel snel van, oké, jij wordt dokter, jij wordt advocaat, jij wordt rechter. Want dacht oké, hij kan het waarmaken ook nog. Ja. Want die gaat waarschijnlijk daar studeren. En dus automatisch kom je eigenlijk een beetje die wereld. Dus in het eerste instantie zei ik altijd, ik denk standaard riedeltje. Ik hoor dat nu ook van mijn kinderen. En het is je uitvinder en... dokter. Eerst was advocaat omdat ik heel veel aan het praten was. En ik was niet op mijn mond gevallen. Voetballer. Ja. Ik was ook aan het voetballen. Ik ben nog steeds een van mijn grootste hobby's. En ik vond het toen ook heel erg leuk. Dus waarom zou je niet geld verdienen met je hobby? Ja. Ik denk dat dat gewoon een standaard ding. Maar ik had niet echt iets bijzonders waarvan ik dacht, oké, dat wil ik gaan worden. Of ja. Ja, dat zie je, dat hoor je vaker, hè, bij mensen. Dat ze meerdere dingen op hun wensenlijstje hebben staan. Ja. Dingen die ze leuk vinden. De een zegt uitvinder inderdaad. De ander zegt voetballer. Het zijn de dingen piloot. Die je gewoon hoort. En, ja. Tegelijkertijd ben je als kind natuurlijk best wel vrij in je denken. En ken je nog best wel veel dromen. En dat wordt later, word je een beetje geprogrammeerd. Meer door het systeem. Klopt. Waardoor dat droom een beetje wegvalt. Klopt. Je geeft zelf ook aan in je omgeving. Hadden mensen al bepaalde verwachtingen van je. Deze jongen heeft best wel intellect. Alles gaat hem wat makkelijker af. En hij snapt heel veel dingen heel snel. Dus dan heb je natuurlijk al mensen die van jou verwachten. Van, die wordt wat. Ja. Wat werd er van jou verwacht door je omgeving? Wat ben je bijvoorbeeld je ouders? Kijk, mijn ouders, mijn vader en mijn moeder... ik denk bij allebei dat juist hoe belangrijk familie was, maar
hoe belangrijk de maatschappij ook was en wat terugdoen voor de maatschappij. Veel mensen denken, zeker ook bij migrantenkinderen, ik hoor dat vaker zeg maar in gesprekken die ik had, heb, nog steeds. En hoor je van oké, je bent de kant tandheelkunde opgegaan omdat er dokter, en dat hoor je van de maatschappij of van je ouders. En vrij snel denken mensen, het gaat om status, dat de ouders dat willen. Dat de ouders willen van oké, dokter heeft status, dus laat hem dokter worden. Dat is status. Maar het heeft daar niks mee te maken. Het is juist waar ik mee ben opgevoed door mijn ouders, is wat teruggeeft voor de maatschappij. Ik zag dat ook bij hun. Zij zijn weliswaar op jonge leeftijd hierheen gekomen, dus ze spreken ook best wel goed Nederlands, et cetera. Maar juist daardoor hadden zij zo'n belangrijke rol in de wijk. Mijn vader, die elke man die niet goed Nederlands kon praten, die met ze naar de huisarts en de ziekenhuizen ging, of naar een stadwinkel, of ja, noem maar op. Mijn moeder precies hetzelfde. Daar waren altijd buren of kennissen in de buurt van oké, zij spreekt goed Nederlands. En ze hadden nooit de vraag, oké, kan het? Moet ik wat met de kinderen? Nee, ze moesten wat terug doen voor de maatschappij. Ja. Daarvoor waren ze. En op die manier hebben ze ons ook, denk ik, opgevoed. En dat meegegeven van, je moet uiteindelijk wat terug doen voor de maatschappij. En ik denk dat er heel goed ingezetteld is bij mij. Ja, want volgens mij verwachten je ouders van jou dat jij dokter ging worden. Ja. Om uiteindelijk mensen te genezen. Helpen, ja, mensen genezen en echt iets. Daar ben je echt veel terug aan het doen voor de maatschappij. Ja. Alleen, volgens mij wilde jij niet helemaal die kant op. En heb je uiteindelijk een soort van middenweg gekozen. Ja, stadheelkunde. Ja, hoe is dat gegaan? Het was niks voor mij. Kijk, het is... ik kom uit een bakkersfamilie. Met twee ooms waren dat aan het doen. Maar mijn vader niet. Mijn vader was machinist tot voor kort. Hij werkt niet meer. Maar wij waren op een hele jonge leeftijd, ik denk ik was ongeveer 10 jaar oud of zo, begon ik op de buitenmarkt. Dat is gewoon letterlijk brood verkopen, elke zaterdag en dan tussendoor even voetballen en daarna weer doorgaan op de markt. En ik vond dat zo erg leuk, dat verkopen en een praatje maken en sales, dat was echt mijn ding. En dat bleef eigenlijk alleen maar zo, mijn hele leven lang, nog steeds. Dus ik wou meer een economische kant op, of wat dan ook, of wat het ondernemen. Met mijn vader aansparren, nee, dat is een te algemene opleiding. Je weet dan niet wat je wil gaan doen. Word nou dokter, dan ga je blijven. Ik zei, oké, laat me tenminste tandheelkunde doen. Kan ik misschien een eigen praktijk beginnen? En dan ben ik toch een beetje aan het ondernemen en een beetje met bedrijfsvoering bezig. Ja. Ja, zo gezegd, zo gedaan, want daarmee kon ik instemmen, want dat was... goed, dus en voor, ja, dan voor tandheelkunde gegaan eigenlijk. Ja, dan ben je toch inderdaad in dat beroep terechtgekomen waar je dus... Ja, dokter door mijn eigen ziekenhuis te beginnen was een beetje moeilijk. Zo zag ik het. Ik dacht, oké, ik kan wel een anders praktijk starten. Ja. Dat was eigenlijk een beetje de gedachte erachter. Ja. Op een gegeven moment word je wat ouder. Je gaat dus van 8, 9 naar 10, 11 inderdaad. Je staat op de markt en je merkt gewoon, ja, dit, alles het brood. Maakt niet uit wat ik verkoop. Dit voel ik. Dit is mijn passie. Hoe is dat op een gegeven moment gaan? Want je weet, oké, dit is mijn passie, maar ik ga toch tandheelkunde studeren en toch iets doen wat misschien niet helemaal uit gaat pakken zoals ik wil in de vorm van economisch ondernemen. Neem ons mee, je rond die afleiding, of tenminste je doet die opleiding, je start een eigen tandartspraktijk. Hoe gaat dat allemaal en wat vind je er allemaal van? Ja, het is eigenlijk de waan waar het mee gaat. Je laat je meestromen en dan heb je iets in je hoofd gezet. En daarna ga je, niet, zeker op die leeftijd, en dan ga je ook niet naar buiten kijken van oké, had ik toch maar iets anders gedaan, of moet ik toch rekening houden met andere dingen. Het is, je begint opeens op die band te rollen en dan ga je maar door. En het was als vrij snel was van, ik begon ongeduldig te worden met de opleiding en ik dacht van oké, die praktijk moet er komen. En in de wijk, dus waar ik ben geboren getogen, die gezondheidscentra begonnen te komen. Ja. En er zou een grote nieuwe gebouwd worden. De huisartsen, waar ik ook patiënt ben, zou daar ook in gaan zitten. En het zou echt flink komen. En ze zochten een tandartspraktijk. En ik hoorde dat van mijn huisarts. Ja. Zo, oké, dit is mijn kans. Dit is momentum. Tijdens mijn opleiding. Dit is momentum. Ik moet pakken. Dus ik ging weer... Eigenlijk mijn pitch, wat ik later ook bij de markt al heb gedaan, deed ik daar ook. Ik had geen verstand van ondernemingsplan of wat dan ook. Ik schreef een ondernemingsplan van volgens mij 120, 130 pagina's. Hoe oud was je op dat moment dat je die pitch ging doen voor tandartspraktijk? Even kijken, dat was volgens mij 2000, ik denk 23, 24 jaar oud was ik. Ja, 23 jaar, dus ik was echt constant alleen maar daarmee bezig. En ik was inmiddels al getrouwd.
Ik ben getrouwd met mijn middelbare schoolliefde, zoals ze dat zeggen, nog steeds. Heel gelukkig getrouwd. Alhamdulillah, ja. Je wordt dan ook steeds gelijk serieuzer van, oké, ik ben nu getrouwd. Ja. Straks krijg ik kinderen. Ik moet wat met mijn leven maken, verantwoordelijk. Ik kan niet student blijven de hele tijd. Dus die motivatie om er wat van te maken, dat was heel erg. Daarom kon ik die ondernemingsplan schrijven. Daarom kon ik het heel goed pitchen. Sorry hoor. Neem je tijd. Ja. De gezondheidscentrum, de huisartsen die eraan waren gekoppeld, die dachten van oké, deze jongen kent de buurt. Die weet wat hij wil doen. Hij is een goede verkoper. Hij heeft het verhaal verkocht aan ons. Zeiden ze van oké. En het was niet een klein praktijkje. Het was 350 vierkante meter aan gezondheid. Uiteindelijk zouden er 8 of 10 behandelkamers inkomen. Dus dat deed je. Maar tijdens het schrijven van een ondernemingsplan leer je zoveel weten over die branche. Ik had veel meer geleerd dan dat ik ook maar een klein beetje had geleerd tijdens mijn opleiding over het ondernemen, überhaupt in het anders praktijk. Maar ook over het werk. Dus in contact met factoringbedrijven, verzekeringen, et cetera, noem maar op. Daar begon eigenlijk al bij mij enthousiasme een beetje wat minder te worden. Dacht ik van oké, dit zijn best wel van die officiële dingen en niet. Beetje saai ook, toch? Ja, het is saai. Het is gewoon veel papier en je weet hoe het met verzekeringen en dingen allemaal veel is. Veel processen, lang wachten, afhankelijk van externe partijen ook. Alleen maar. Het is niet van. Maar bij mij was het juist van, ook met mijn mentaliteit vanuit de markt of vanuit de familie, is van je hebt een probleem, bam, bikkelen. Actie, knallen. Ja, knallen. Dezelfde dag nog opgelost. Oplossen, of aangepakt. Klaar, zo is het. Of op de markt, als het opeens regent. Ja, je kan niet even, had ik maar een zeiltje meegenomen of zo. Nee, je moet wat verzinnen, klaar. Ja. En die mentaliteit was van, mijn leven zit eigenlijk ook zo in elkaar. Dat kon ik niet kwijt in die praktijk. Dat vrij snel merkte ik dat. En ook toen we met de verbouwing en zo klaar waren. En het financiële. Je hebt natuurlijk schulden gaan openstaan, et cetera, et cetera. Toen dacht ik van, ik ga hier niet gelukkig van worden. En met mijn vrouw, met Aynur, gepraat. En zij was van, doe gewoon wat je gelukkig vindt. Ik verwacht niks. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ik haar steun kreeg. Had je de hele wereld? Ja, toen had ik de hele wereld. Tenminste zo. Toen dacht ik van oké, ik ga de wereld nu tegenover mij nemen. Ja. Want niet alleen mijn familie. De hele buurt noemde me al sinds mijn 12e dokter. Ja. Dus er is een bepaalde druk op je schouders van oké, ik wil het waarmaken of wat dan nog steeds. Soms zijn ze me nog aan het pesten en dat ze mijn tandarts aan het noemen zijn als ik in de buurt ben. Of ik heb afgelopen zomer, mijn zoontje is nu 11 jaar oud. Hij is nu ook op de markt begonnen. Uh-huh. Ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. Dat hij eigenlijk die kennis en ervaring daarom. De zaterdagen werkt hij daar. Ja. En afgelopen zomer zijn wij niet op vakantie gegaan. En geen personeel geregeld. Weet je wat, want ik had ook ongelooflijk gemist. Heb ik 6-7 weken lang samen met hem op de markt gestaan. Van 's ochtends tot 's avonds. Vet. En mensen komen je dan tegen. Het is in de buren op de Afrikaanderplein de markt. Maar het is gewoon pure ontspanning. En dan heb je een aantal mensen die je dan weer gaan pesten. Van hey, jij zou toch tandarts worden? Kijk je nou hier op de markt en die dingen en zo. Maar ja, het is geen spijt ook van mijn keuzes. En ik begrijp nu denk ik heel erg goed waar dat allemaal vandaan komt. Ook vanuit mijn ouders, dat ze dat graag wouden en et cetera. En ik vind het logisch dat ze zo dachten. Vroeger kon ik dat misschien op die manier niet snappen. Ja. Maar ik vond dat heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg logisch dat het een hart brak toen ik zei van, ik ga dit niet meer doen. Ja. Het is iets wat dichtbij ze staat. Ze zijn zelf natuurlijk ook dienend naar de maatschappij. En ze willen uiteindelijk ook het beste voor jou. Ik denk dat het belangrijkste is. Juist het beste. En als je me 10 jaar geleden had gevraagd van, Murat, ben jij volwassen? Had ik gezegd ja. Maar nu kan ik zeggen dat ik niet volwassen was. En waarschijnlijk ga ik over een paar jaar zeggen dat ik op dit moment ook niet volwassen was. Ja. Het blijft een, ik weet niet, het is een ontwikkeling. En ik denk dat ik op zo'n leeftijd ben, ook naarmate mijn kinderen ouder worden. Ik heb 3 kinderen inmiddels. Dan maak je dingen mee en dan zie je dingen. Je gaat op een hele andere manier relativeren. En je begint ook heel anders te kijken naar je eigen jeugd. Ja. Van hoe ze ermee omgaan. Dan denk je in eerste instantie, dan
iedere keer is van de respect naar mijn ouders toe, hoe ze mij en mijn broertjes en mijn zusje hebben of opgevoed of in de maatschappij, of wat zij terug hebben gedaan, dat die waarde, dat wordt alleen maar hoger. Ik denk van, wauw, jullie hebben het echt goed gedaan. Ja, en dan moet je op een gegeven moment die vertaalslag maken naar je eigen kinderen. Ja. En daarom ga en je dan hoop heel je dat je het ook goed doet. En dat is ook nu een last van je op je schouders. Dan laat staan even goed. Ik vind dat het mijn verplichting is dat ik het op dit moment beter moet doen dan mijn ouders. Ja. Het moet gewoon geëvolueerd worden. Mijn kinderen moeten een beter mens, maakt niet uit wat ze studeren of wat ze worden of wat dan ook. Je kijkt er op een hele andere manier naar. Maar ik ben verplicht om mijn kinderen een beter mens te maken dan dat ik ben. Ja. Althans mijn best voor te doen. Ja, je weet natuurlijk niet wat de omgeving of wat dan ook gaat brengen. Ja. Maar ik probeer mijn leven wel op die manier te leiden. Tenminste met mijn vrouw samen. Inshallah. Gaat goed komen. Op een gegeven moment je besluit om die tandartspraktijk weg te doen. De verbouwing is net klaar, dus iemand die daarin gaat zitten, die krijgt in één keer een kant-en-klaar project in zijn overkopen. Ja. En je merkt inderdaad dat mijn passie zit toch ergens anders in. Hoe lang duurt het voordat je zeg maar bezig gaat met die pitch voor de markthallen? In samenwerking met je ooms. Hoeveel tijd zit daartussen, tussen de verkoop en het opzetten? Ik denk volgens mij ongeveer een jaartje. Een jaartje, anderhalf jaartje. In de tussentijd was ik ook vader geworden. Ja. Mijn zoon was in 2012 geboren. September 2012. Dus we waren we waren twee hele jonge ouders. We hadden een kindje die net geboren was. Mijn vrouw was nog aan het studeren in Leiden. En ze had even tussenjaar genomen voor mijn zoon. Ja. Dus zekerheid. Bestaanszekerheid voor de richting toekomst. Dus ik was best wel een stress, maar ik heb zoveel dingen uitgezocht. Ik had in 2010 had ik ook 1-2 jaar nadat ik getrouwd was, ben ik bij T-Mobile gaan werken. Ja. In de winkel als verkoper. En ik was daar heel erg goed in. Echt 1 of 2 jaartjes ook volgens mij beste verkoper van Nederland verkozen, et cetera. Dus die verkoopding was daar ook al een beetje. Dus ik dacht van, oké, moet ik misschien daarin terug? Misschien manager worden? Wat heb ik nog meer uitgezocht? Luchtverkeersleider, zulke gekke dingen. Van oké, laat me die opleiding tenminste doen. En kan ik ook beginnen met geld verdienen? Want ja, hallo, ik moet voor mijn gezin gaan zorgen. Ja. Maar uiteindelijk niet echt iets daarmee gedaan. Heb je heel dat jaartje, anderhalf, niks gedaan? Of? Ja, ik begon de zaterdagen weer op de markt te werken. Bij mijn ooms eigenlijk. Ja. Eigenlijk een beetje zakgeldje verdienen. Half nog met mijn studie proberen bezig te zijn. Want ik had toen nog niet besloten dat ik ook met de studie zou stoppen. Ja. Dus ja, ik was eigenlijk een beetje in een grijs gebied op dat moment. Ja, dus en toen kwam dus het belletje van 2014 vanuit de ontwikkelaar van de markt al. Van oké, komen jullie pitchen? Want we gaan bijna open. We zijn op zoek naar mooie initiatieven. Ja, los van initiatieven. Het was, wij hadden ons aangemeld als Turkse bakkerij. Omdat wij natuurlijk een bakkerij hadden. Ja, dus de bedoeling was ook altijd om gewoon een filiaal daar te hebben. Zodat we brood of börek konden verkopen of Turkse pizza's. De gedachte van Ekmekçi was er niet op dat moment. Nooit geweest ook. Dat kwam echt pas in 2014 toen we dus die filiaal daar openden. Ik had dus niks te doen. En mijn ooms dachten van oké, Murat, kom jij er ook bij? Laten we dit tenminste samen doen, want wij hebben hier geen zin in. Ja. Begon ik eigenlijk met het draaien van die winkeltje. 18 vierkante meter. Was vanuit de bakkerij dus spullen. En die waren we aan het wederverkopen. In de markthallen? In de markthallen. Ja. En toen had ik dus eigenlijk tijd om, oké, wat wil je nou met je leven doen? En al snel kwam ik tot het besluit, oké, papiertje en ik was schrijven, gewoon ideeën. En het was van, oké, hoe zet je de volgende internationale horecaconcept op? Waar begin je? Dus ik denk dat dat een van de meest unieke dingen aan ons concept ook is. Is dat wij niet met een product zijn begonnen. Wij zijn echt met de randvoorwaarden begonnen. En dat was van, oké, het moet modulair zijn, het moet makkelijk op te schalen zijn. Ik moet geen koks nodig hebben, et cetera, noem maar op. En daarna waren een aantal producten geprobeerd, uitgetest. En uiteindelijk kwamen we bij onze guzzlemmen aan. Die hebben we dan in een ander jasje gestoken. En in 2015 kon ik
de Ekmekje zoals mensen hem nu kennen eigenlijk echt testen in de markt al. En tot voor kort hebben we eigenlijk twee verschillende winkels in de markt al gehad. Ja. De Ekmekje zoals iedereen hem kent. Ja. En een Ekmekje eigenlijk van de bakkerij. Ja. Waar we gewoon de eerste variant, de 1.0 versie zeg maar. Precies. Waar het mee begonnen is. En, ja, en sinds kort hebben we dat in de markt al ook samengevoegd. En dat is dat allemaal onder één dak volgens het concept. Wel nog twee filialen of zeg maar samengevoegd? Het is niet echt samengevoegd. Het is gewoon echt volgens het laatste concept van Ekmekje zijn we nu ook in de markt. Dus de bakkerij bestaat eigenlijk niet meer. Ja. Dan ben je dus dat ene jaar een beetje aan het denken van oké, wat ga ik doen? Een beetje aan het kijken bij de luchtverkeersleiding, opleiding. En noem het maar op. Op een gegeven moment zeg je inderdaad, we krijgen die mogelijkheid om in ieder geval iets te doen in die markt al. Maar hoe ga je dan van helemaal niks? Je bent super jong, je bent net vader geworden van je eerste kind. Je bent nog zoekende, je hebt nog een studieschuld waarschijnlijk omdat je studie niet afmaakt. Hoe ga je naar van die positie naar ik wil iets opzetten met een internationaal karakter? Dus je gaat letterlijk van niets naar het opschrijven van iets wat super groot is. Hoe komt dat hier op? Ik weet niet, ik denk die visie. Ik denk allereerst, ik denk dat ik als persoon sowieso heel erg ambitieus ben. Waar merkte je dat aan toen je jonger was? Wil je altijd winnen bijvoorbeeld? Of, Dat sowieso, ik ben echt heel erg competitief. Ik ben echt heel erg competitief. Ja. Ik hou, los van winnen, ik vind het leuk om heel erg mijn best te doen. Ja. Je wilt dingen goed doen ook. Ik ben een harde werker, ik wil het goed doen. Dat is ook hoe wij het eigenlijk met de paplepel hebben ingegoten van voor iets. Maar als je voor iets gaat, dan moet je echt gaan en niet half. Laat ik het even proberen of wat dan ook. Nee, dan ga je er gewoon keihard tegenaan. En ik denk dat die mentaliteit ook van oké, als je er keihard voor gaat, dan ga je niet één restaurantje openen. Als je keihard voor gaat, dan ga je jezelf daar neerzetten. En ik zei altijd toentertijd, ik zeg, dan vergelijk je jezelf met die internationale concepten, zet je bij elkaar en zeg je, ik heb één ding, in ieder geval, wat zij niet hebben. Tenminste, dat laat ik mijzelf dan toentertijd geloven en nog steeds. En dat was mijn familie. Ja. Die hechtheid vanuit mijn vader, mijn ooms, mijn neefjes, mijn broertjes. Ik zag dat nergens anders terugkomen. Ja, hier moeten we wat mee. Ja. Als wij elkaar zo blind kunnen vertrouwen. En maakt niet uit of het daar een aangetrouwde familie of wat dan ook, noem maar allemaal is. We vertrouwen elkaar allemaal blind. Mooi is dat. We eten allemaal van dezelfde portemonnee. Er geld is nooit een issue onderling of wat dan ook. Ik zag dat net, hoe normaal het voor mij ook was. Op een gegeven moment begon ik in te zien dat dat heel erg bijzonder was. Dus ik dacht, oké, deze familie, die verdient dan ook om het op een hele grote manier aan te pakken. Dus ik denk dat die combinatie met dat ambitieuze en de kracht van de familie. En ja, vangnet. Ja, dat is niet met financiële of wat dan ook. Je durft ook automatisch makkelijker. Je denkt, maakt niet uit, zelfs ook met de tandartspraktijk. Ze vonden het niet leuk dat ik was gestopt, maar ze liet mij niet vallen. Ja. Het was van oké, nog steeds onze jongen. En dat blijft altijd zo. En ik denk mijn moeder en mijn vader en later op latere leeftijd ook natuurlijk met mijn vrouw of met mijn ooms, neefjes, wat dan ook. En dat wordt alleen maar groter. Nu kan ik zelfs, ik noem het even personeelsleden of werknemers. Zo zijn ze begonnen in het begin in 2005, 2016. Maar ja, dat zit ook nu in de familie. Ja. Bij hun is het ook van, oké, zij gaan me niet laten vallen. Ja. En dat gevoel, dat geeft je alleen maar, oké, loop maar door. Ren maar door, maak het groter en doe maar. Hoe vet is het als je een super groot concept wil neerzetten en je hebt mensen die blind kan vertrouwen. Ja. Dat gevoel ken ik ook. Ja, ja. Bijvoorbeeld je eigen vrouw, noem het maar op. Ja. Hoe mooi is het dan dat je dan weet van oké, als we gaan internationale en we hebben een poppetje hier nodig, mannetje, vrouwtje hier, een vrouwtje daar. Dat je weet dat je die mensen gewoon 100% kan vertrouwen. Ja, dat is fantastisch. Ja, nee. Dat zie je ook aan de grote familiebedrijven zoals BMW. En het zijn er een paar, maar dat zijn wel de echt succesvolle. Heineken bijvoorbeeld, noem het maar op. Ja. Familiebedrijven, omdat die puur gebaseerd zijn op vertrouwen. Ja. En die daardoor ook kwaliteit leveren en niet alleen maar aan aandeelhouders denken. Ja, precies hetzelfde. Focus is hetzelfde in het begin. Kijk, als dat niet zo was, dan was niks ook gelukt. Hoe goed mijn ideeën ook waren of wat dan ook. Kijk, met een aantal dingen was ik natuurlijk eigenwijs en deed ik het. Met de markt al toen we daar begonnen, had ik opeens in een avondje had ik een winkel in elkaar gezet. En gingen we de volgende dag opeens open met Maxima. En dat is allemaal gedaan, oké, noem maar op. Maar daarna ook in het verhaal, bijvoorbeeld onze echte eerste restaurant op Zuidplein. Dat was echt met seatings en koffie en noem maar op. Zeg maar wat ingewikkelder verhaal. En geen een van ons heeft die achtergrond. Maar ook niet met een geldpot
dat we een aannemer konden geven en opeens een restaurant konden krijgen. Ja. Wij hebben toen echt letterlijk met z'n allen, we hebben daar heel veel foto's van, of het nou mijn broertjes zijn, die waren met een die waren elektriciëns op school, hebben ze elektrotechniek gedaan. Zij hebben die leidingwerk en zo allemaal daar gedaan voor stroom. Of met mijn ooms, mijn vader, die aan het verven, schilderen, afzuigkappen ophangen. Ja. Het sloeg nergens op, tenminste, het kon draaien, maar heel veel dingen konden we ook voor zijn als we veel meer informatie over horeca hadden. Maar ja, we konden niet anders op dat moment. Maar tegelijkertijd creëert het wel een bepaald soort band. Het heeft iedereen met zijn voet in de zand gestaan, om het zo maar te zeggen. Heb je samen echt iets van niets opgebouwd. Ja. En dat creëert voor later natuurlijk een hele stevige band, of er vertrouwen is, of hetgeen wat je wil bereiken. Die eenheid wordt daardoor gewoon... Ja, zeker weten. Maar dat is precies los van de familie. Op dat moment waren ook een aantal mensen op dit moment, zij hebben gewoon echt afdelingen aan het runnen, laten en Hakan bij ons in het bedrijf. Zij begonnen toen eigenlijk heel simpel, 2015 en 2016, bij ons in de Markthal en Zuidplein. Ja. Alleen ja, omdat we samen, nu lachen we erom, want ik weet nog, Hakan was aan Zuidplein een beetje aan het managen samen met mij en die belde mij, hij gaat hierom lachen, en die belde mij elke dag van, oh shit, we hebben maar 100 euro omzet en je zit op zo'n prominente locatie, het zijn echt serieuze huurbedragen, wat gaan we doen? Paniek. Zo begon het eigenlijk een beetje. Daar praten we nog steeds over, maar daarna juist met z'n allen iets aanpakken, de familie of de personen die erbij waren gekomen, de focus was hetzelfde. En toen begon het balletje ook te rollen. Ja, het balletje begon op een gegeven moment te rollen. Ik wil eerst nog even terug naar het moment dat je de pitch ging doen voor het ontwikkelen van überhaupt het horecaconcept in een mooie markthal, Rotterdam, een mooie plek, vaak geweest ook ik. Wat was er zo uniek aan die pitch, waardoor ze hebben gezegd van oké, we gunnen jullie die kans om hier iets te doen. Misschien moet ik het anders zeggen. Werd je sowieso aangenomen dat ze initiatieven nodig hadden, of werd je gekozen uit de vele honderden aanmeldingen? Ja, we hadden op het gebied van Turkse bakkerij waren er meerdere aanmeldingen, dus we waren wel gekozen in die branche, zeg maar. Ja. Het was niet het unieke van het concept. Ze geloofden in het persoon. Dat hebben ze later ook bevestigd bij mij. Het was meer eigenlijk de personen en de familie die erachter was. Dat ze dat zagen. Ze zijn bij ons ook in de bakkerij geweest om te kijken hoe we met elkaar omgaan, et cetera, noem maar op. Ja. Ik denk dat besef was bij hun van oké, hun moeten we hebben. Want voor de rest, ja, oké, misschien hebben wij heel lekker brood of wat dan ook. Maar het was niet echt dat wij lekkerder brood hadden dan een andere Turkse bakkerij. Ja, wel vet. Dat ze dus wel echt de moeite hebben genomen om verder dan die pitch bij hun op kantoor ergens te kijken. Ik weet niet of ze dat bij iedereen hebben gedaan, maar bij ons was dat wel zo. En ik weet niet met wat hun eerste gedachtegoed daarin was. Maar uiteindelijk denk ik dat dat wel de trigger is geweest om voor ons te gaan. Ja, kan ik me voorstellen. Dan gaan we inderdaad even fast forward naar het moment dat het balletje ging rollen, zoals je net zei. Ja, je begint dus met het eerste grotere project, het Zuidplein restaurant. Toch net even anders dan de wat kleinere vestigingen in de Markthal. Inderdaad, hogere huurprijzen, de grote jongens spelen mee op Zuidplein. Primark, noem het maar op. Neem ons mee, wanneer kwam het moment dat het concept echt begon te werken en wat was het geheim? Wat was het geheime recept achter dat succes? Ja, ik denk dat het geheim achter het succes. Ik denk dat ik een niche op dat moment had gezien op prominente locaties. Het was, wat bood jullie aan daar? Toen in het begin was het echt heel erg breed. We hebben zelfs burgers en zo gehad, maar dat was niet zozeer of een open buffet ontbijt en dingen hebben we in het begin. Zijn we met zulke dingen gestart, maar al snel had ik door van oké, je moet focus hebben. Je moet weten waar je mee bezig was. Maar de niche was zozeer niet zozeer om onze producten, maar dat je op prominente locaties, zeker voor onze migranten of migrantenkinderen, halal-eters voornamelijk ook, dat je concessies moest doen. Als je op een A-locatie was, je was aan het winkelen op Zuidplein, en dan moest je denken van oké, ik ga wel even naar de B-straat, B-locatie, Bijlandselaan of wat dan ook, waar ik wel kan eten. Op Duitsland. Hoe heet het nou in Rotterdam? Zit ook zo'n Zwartjansstraat. De Zwartjansstraat bijvoorbeeld. Ja. En het was altijd ook in mijn jeugd of tijdens mijn studententijd of wat dan ook. Ik heb natuurlijk allemaal vrienden van verschillende afkomsten, geloven, et cetera. En
Het was wel altijd moeilijk om een plek te vinden waar iedereen kon eten. Of dat nou met halal of niet halal te maken heeft, maar ook gewoon met dieetwensen. Gezond, niet gezond, et cetera, noem maar op. Dus zo'n plek vinden was moeilijk. Best wel moeilijk. Zeker in de daghoreca niet. Want wij zijn een daghoreca gelegenheid. En ja, dat zag ik vrij snel. Dus ik dacht, oké, het moet een plek zijn letterlijk voor iedereen. Niet zomaar van, we hebben ook halal. Nee, ja, we zijn ook halal. We hebben geen halal restaurant opgericht. Ja. We hebben gewoon een restaurant opgericht voor iedereen die ook halal is. Ja. Of die ook vegetarisch eten heeft. En we hebben bijvoorbeeld na een aantal jaren, dat is denk ik een goed voorbeeld, salade aan toegevoegd. En het was niet zomaar. Het was niet om salade op onze menukaart te hebben. Nee, ik sta er 100% achter. Nog steeds de lekkerste salade die ik ergens kan krijgen. Ik vind het gewoon super lekker. Ik eet het zelf ook. Ja. En ik denk dat we met alles zo secuur om zijn gegaan. Zo gedetailleerd, of het nou met de kwaliteit van het eten of sfeer. En we hebben niet altijd alles gedaan. We doen nog steeds niet altijd alles goed. Maar ik kan met 100% zekerheid zeggen dat of ik of het team, de familie, wie dan ook, dat we altijd echt 200% geven. Niet eens 100%, 200%. Soms zelfs inleveren gewoon bijna van je eigen lichaam om dit tot een succes te maken en om het op de juiste manier te presenteren ook bij onze gasten. Ja, aan de ene kant, enerzijds zeg je, ik kwam erachter dat focus heel belangrijk was. Anderzijds zeg je, op een gegeven moment wilden we een plek maken voor iedereen. Hoe koppel je die twee aan elkaar? Zeg maar focus en een restaurant voor iedereen waar iedereen welkom is. Of je nou halal of niet halal wil eten. Ja, ik denk dat focus voornamelijk te maken had met de spectrum. Dat ze dan in de horeca, maar ik denk dat het voor elke branche gaat gelden. De spectrum waarmee je bezig bent en welke gereedschappen je daarvoor nodig hebt. Ik zeg maar, wat voor een burger heb je hele andere apparaten nodig dan een guzzleme die je aan het maken bent. Wat is een guzzleme? Dat is eigenlijk onze hero product. Dat is een yufka, hele dunne deegplaat. Het is typisch een traditioneel Turks gerecht waar het eigenlijk vandaan komt. Maar we hebben hem een beetje een ander jasje gestrooid. Een beetje een multicultureel jasje ook met de smaak en et cetera wat we hebben. Mm-hmm. Dus het gaat voornamelijk om het idee dat jij expert wordt in iets. Dat je erover kan meepraten. Kijk, je kan. Ik weet van als ik in een restaurant zit, als ik een boekje bijvoorbeeld als menukaart voor me krijg, dan denk ik van oké, dit gaat niet goed. Ik krijg dan al gelijk zo'n aanname, omdat ik denk van, wat doe je nou eigenlijk? Het kan niet dat je in zoveel gerechten goed kan zijn. Specialist bent, ja. Je kan dat niet zijn. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een paar hoofdproducten. Waaronder gewoon verschillende smaken. Dus dat zorgt ervoor. En ik denk dat het heel goed gebalanceerd is met wat mensen willen en wat mensen verwachten aan een daghoreca. Ja, en er komen altijd wel nieuwe dingen bij. We voegen toe en dan draaien we een pilot en dan lukt het of lukt het niet. Blijft het staan, blijft het niet staan. Ja. Maar wat we ook proberen, moet wel in het rijtje passen van onze focus, wat wij eigenlijk naar buiten willen brengen. Ja, het is dus eigenlijk een aantal focusproducten die toegankelijk zijn voor iedereen. Precies. Die je kan tweaken voor wat betreft dieet, die wensen. Het is de tweak. En het is in die tijd toen ik mixje echt zo begon te komen, in 2005, 2016, was ik bezig met mijn verhuizing. Ik was heel veel in IKEA te vinden. Je privéverhuizing? Ja, en ik was heel veel in IKEA te vinden toen der tijd. En dat inspireerde me zo erg. Ik vond het zo raar dat je één schroef voor 20 verschillende meubels kon gebruiken. En of één plank. En dan hadden ze aan de andere kant ook een gleuf gemaakt. En als je een kast moest maken, dan moest het op een andere manier. En weet ik veel, wanneer je een bank moest maken, moest je het op omgekeerde manier doen. Ik word daar zo erg door. Ik denk, het is gewoon geniaal dat je ze één product voor verschillende dingen kunnen gebruiken. Ja, ja, ja. En je zag je eigen concept een beetje terugkomen. Ja, maar dan in de meubels. Ja, nee, niet eens. Ik heb dat eigenlijk daarna uitgevoerd in mijn concept. Ja, ik had het eigenlijk wel een beetje. Maar het was juist om me daar meer op te focussen. En oké, hier ga ik dieper op in. Want dit werkt blijkbaar. Het was de bevestiging dat het werkt inderdaad. Precies, het is de bevestiging en daar beter op focussen. En eigenlijk het team, de familie meenemen van oké, deze kant gaan we op, dit gaan we doen. En een hele goede klankbord thuis.
Iemand die me zo goed kent. We kennen elkaar sinds 12, sinds de eerste klas. Ja. We zitten bij elkaar in de klas. En zo'n klankbord. En iedere keer testen. En zij is dan degene die mij serieus kan aanspreken. Van oké, dat is echt een dom idee. Alsjeblieft, donder even op. Ja. Of dat is echt een goed idee. Of ze inspireert me dan nog verder. En zo begonnen eigenlijk dingetjes te rollen. Ja. En begonnen we de focus. Haalden we de hamburger eraf. De soep haalden we eraf. Misschien dat het weer op een ander, in een ander jasje kan terugkomen. Maar nu zou het beter bij ik mixje passen dan om het random te proberen. Ja. Ik ben ook regelmatig geweest in verschillende restaurants van jou. En wat me altijd opvalt als ik binnenkom, het is natuurlijk een Turks concept, hè? Ja. De Turkse eigenaar en zo. Maar je hebt niet het idee dat je in een Turks restaurant zit. Je hebt de belangrijkste gerechten, zoals je net noemde, ik ben de naam even kwijt, maar het zijn Turkse gerechten, traditionele gerechten. Maar je komt, het doet me heel erg denken aan Kees Lagerijk Kadoer. Ja. Van Rashid, die is hier ook geweest. Superleuk concept trouwens. Het doet me heel erg daaraan denken. Ja. Je komt binnen in een Marokkaanse slagerij. Of ben je een soort van Turks concept. Maar dat gevoel heb je niet. Het is een soort van 3.0 versie. Qua interieur design. Dus neem ons mee. Wat heb je daarin gedaan? Kijk, het is niet zozeer het Turks of... als ik voor mijn beurt mag spreken met Kadoer. Maar dat is het gevoel als ik daar als klant naar binnen kom. Het is typisch een... eindproduct of een resultaat van de multiculturele samenleving. Van wat wij hier tussen verschillende culturen in hebben gezien, gemerkt. Dit past beter bij mij dan een concept die er compleet Turks uitziet. Ja, het is echt een super fris concept. Ja, precies. En het is met Kadoer precies hetzelfde. Kijk, ik kom wel eens ook bij de typische Marokkaanse slagerij zoals we dat tientallen jaren kennen. Maar juist dat... combineren met het moderne en dat gemoderniseerd hebben, wat denk ik wij, maar ook een Kadoer bijvoorbeeld, en zo zijn er veel andere voorbeelden ook van, heel goed doen is eigenlijk een reflectie van hunzelf als persoon. Ja. Wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt. En dat was precies bij mij. En het was toen de tijd waar de Turkse restaurants waren best wel opkomend. In die tijd toen wij eigenlijk begonnen. De Merams, et cetera. En bij mij was van iedere keer ziet het er hetzelfde uit. En ik dacht van... Het is net of je in Istanbul zit, als je bij Meram. Het is super strak, hoor, daar niet van. Nee, het ziet er hartstikke mooi uit. Ja. Ook, je moet het leuk vinden, het moet bij je concept passen. Maar bij mij, het paste totaal niet bij mij ook als persoon. Dus ik ging vrij snel op zoek naar een interieurarchitect die de Turkse cultuur helemaal niet kende. Ja. Dat zou ik haar uitleggen, hem of haar. Het werd een haar, Esther. Daar werken we nog steeds samen mee. En het enige wat ik tegen haar zei is, ik zeg, ik weet dat ik een boom wil in de winkel. Een boom? Ja, een boom. Wij hebben in elke winkel hebben we een speciaal olijfolieboom of zo? Gewoon echt, ja, het is met... wat voor boom is het? Het is een kunstboom. Veel mensen zullen het niet eens geloven als er zin, maar het is een kunstboom. En dan hebben we soms verschillende stammen. Het gaat ook niet zozeer om de soort boom. Maar meer het idee van een boom. Het verhaal is dat er een boom is en dat iedereen... denk aan een boom op een dorpsplein. Maakt niet uit of dat in Nederland of in Turkije, Marokko, China, welk. Een boom heeft altijd in de geschiedenis een belangrijke functie, een belangrijk verhaal gehad. Heeft het nog steeds. Als je afspreekt, centrale punt. Als je afspreekt, waar spreken we af? We spreken bij de boom op plek. Ja. Als er een feestje is, dan doen we het onder de boom. Als er iemand overleden is, spreken we af onder de boom. En ga zo maar door. Dus het was zo'n centrale punt om mensen bij elkaar te krijgen. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Dacht ik van, oké, dat legt heel erg goed uit, zeg maar, wat ik eigenlijk met het bedrijf wil gaan doen. En ja, daarom was dat het eerste en het enige wat ik tegen haar zei. En daarna was het natuurlijk voornamelijk sparren. Oké, wat vind je belangrijk, wat vind je niet belangrijk? En noem maar op. Hadden we in een aantal winkels van ons, klanten die dit horen, die zullen dat ook herkennen. Hebben we een spreekwoord op de muur, een hongerige beer danst niet. Dat heeft niet zozeer te maken met de letterlijke betekenis of de betekenis überhaupt van die gezegde. Maar het idee erachter juist was, het is een letterlijk vertaalde Turkse spreekwoord. Wat heel vaak wordt gebruikt in Turkije. En de grap daarachter eigenlijk is, dat beschrijft zo goed dat tussen twee culturen ingroeien, opgroeien. En bij mij was het ook precies hetzelfde. En dan ben je zinnen aan het maken. En de helft is Nederlands en de andere helft is Turks. En je weet niet beter. Je bent bijna een nieuwe taal aan het creëren. Ja. En Esther zag dit en die zei van... Dit moeten we, zoiets moeten we op de muur. En zo kwamen we met die idee. En wat is de uitleg achter die hongerige beer die niet danst? Maakt niet uit wat je doet of voordat je wat gaat doen, moet je ervoor zorgen dat je goed hebt gegeten. Dus het sloeg ook een beetje aan op een restaurant. Dus het was gewoon, we hebben specifiek ook die spreekwoord uitgekozen, omdat het ook sloeg eigenlijk op ons concept.
En een beer die goed gegeten heeft, gaat ook niet slapen. Nee, dat gaat ook niet dansen. Nee. Gaat slapen. Ik denk dat je een beer die goed is gegeten of niet goed heeft gegeten, niet bij je wil hebben. Maar, leuk. Ja, dus dat eigenlijk. Heb je in alle vestigingen zo'n mooie kunstboom? Ook in het midden trouwens van de Virginia? Ja, meestal is het in het midden. Ja, natuurlijk heeft het ook met de formaat van de winkel te maken. Maar wij staan daar wel bekend omdat mensen ons gelijk herkennen wanneer ze een grote boom in de winkel zien. En die grote ingrepen, dat je Esther zeg maar aan de slag hebt laten gaan. Met een soort van blanco pagina. Ja. En ik wil alleen die boom inderdaad. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. En natuurlijk uiteraard je concept en wat erbij hoort. Heb je dat meteen vanaf het begin gedaan? Of is dat iets wat later zeg maar... Dat is eigenlijk bij Zijplein bij je terechtgekomen. Dus de markthal was al open. Daar had ik het eigenlijk een beetje zelf verzonnen hoe het eruit moest zien. Maar bij Zijplein had ik door van oké, ik moet het nu goed doen. Goed proberen te doen. Ja. Beter proberen te doen. Voor de familie of mijn ooms die al jarenlang ondernemen, was van hem was het heel raar. Iemand die buiten staat, die gaat ons zeggen hoe die winkel eruit gaat zien, et cetera. Ja. We doen dit kleurtje, we doen dat kleurtje. Nee, maar omdat je natuurlijk ook het idee in de markt al, voordat we klein waren, bij mij was altijd gedachte groot internationaal horecaconcept. Ja. Dus op die manier begin je ook je beslissing automatisch te nemen. Dus ik was ook vrij snel als jonge ondernemer met één winkel al met fabrieken aan het praten over inkoop. Op een gegeven moment krijg ik 5 winkels. Ik krijg 10 winkels. Dus mijn gesprekken gingen ook altijd op die manier. Jij was al aan het praten met een hele bepaalde visie. En die... Ja. En een aantal gelooft erin en werkt nog steeds mee samen. Ja. Een aantal leveranciers. Ja, maar daar kijken ze heel makkelijk doorheen. Als ze met iemand praten waarvan ze weten van oké, hij is er nu nog niet, maar we weten zeker dat je er gaat komen. Ja. Dan gaan ze je ook op die manier behandelen. Ja. Niet iedereen ziet dat. En sommigen denken natuurlijk logischerwijs ook van oké, dit is gebakken lucht, dat het verhaaltje horen. Bewijs maar eerst wie je bent. Ja. En... maar een aantal geloofden erin. Ook echt als in de persoon en de familie weer het verhaal van oké, zij kunnen het wel waarschijnlijk waarmaken. Ja. We werken nog steeds samen, dus dat is wel leuk. Ja, dus vooral de mensen die kijken en luisteren, ook de jongeren, denk vooral groot en wees niet bang om groot te denken. Ja. Want op het moment dat je groot denkt, ga je ook je dagelijkse handelingen die je uitvoert, die gaan resoneren met zeg maar, dat einddoel, waardoor veel gedisciplineerder of in ieder geval met meer motivatie ergens naartoe kan werken. Zeker weten. Kijk, je moet jezelf ook gaan uitdagen. Kijk, waar jij je uitdaging ziet, daarom moet jij de lat ook altijd veel hoger zetten. Je moet hem zetten zover je kan dromen. Want als je hem kan dromen, je kan het dus verzinnen in je hoofd. Blijkbaar kan je het ook waarmaken. Ja. Maar... Dat is dan het begin. Ja. Maar om daar te komen, dat harde werken, consistent harde werken en niet zomaar opgeven wanneer het tegen zit. En die combinatie daarvan, ik denk dat dat iets is zeker wat we aan de jonge luisteraars kunnen meegeven. Blijf ook in jezelf geloven. Weet met wie je omringt, wie de mensen zijn in je omgeving. En je wordt daar ook steeds beter in. Je selecteert ook beter. Je weet waar je moet zitten, met wie je moet zitten. En daar begin je steeds beter in. Maar dat is het leven. Iedereen moet dat meemaken. Ja. Het is de trial and error. Trial and error, gewoon doen en wees selectief. Je geeft ook aan van blijf vooral doorgaan. Veel mensen die kijken of luisteren, die zijn of jong willen gaan ondernemen, of zijn young professionals die willen misschien de stap gaan zetten om te gaan ondernemen. En die zien vaak de beren op de weg. Maar jij zegt, je moet gewoon door blijven gaan en in jezelf blijven geloven. Welk advies zou je die mensen mee willen geven? Even een stukje uitgebreider dan. Gewoon door blijven gaan. Hoe heb jij bijvoorbeeld... Laat ik het anders stellen. Wanneer heeft het bij jou het zo tegengezeten, bijvoorbeeld met Ekmektje, dat je zoiets had van, wow, misschien gaan we wel stoppen. En hoe heb je dat zeg maar omgezet naar... We gaan door iets positiefs. Ja, een leermoment, zeg maar. Ja, we hebben natuurlijk corona meegemaakt. En ik denk, zeker voor de horecabranche, dat wel een flinke dreun was. En bij mij ook. Dat waren even moeilijke tijden. Dus precies ook in onze groei. Een aantal winkels hadden we getekend. Jullie gingen net lekker. Kunnen komen. Ja, we waren echt lekker aan het draaien. Ja. Corona kwam om de hoek kijken. En het is van... Ja, ik kan nu wel leuk aardig praten van... Oké, je moet door en nemen. Maar het kan wat genuanceerder, zeg maar. Er moeten mensen ook in je omgeving zijn waarbij je denkt, die je af en toe gewoon kunnen oppakken. Ik kan niet bij mezelf zeggen van oké, ik deed dat in mijn eentje en ik deed dat ga ik niet zeggen. Want dat is niet zo. Maar überhaupt de stap zetten in het begin om mensen in je omgeving... Dat hoeft niet zozeer familie of vrienden of personeel of werknemers te maken. Heel simpel.
deze podcast beluisteren en geïnspireerd raken daardoor en samen met ideeën komen, oké, hoe heeft die het aangevlogen, wat heeft die ermee gedaan, dat is al een stap in die richting. Dus mensen denken ook gelijk in fysiek of iets concreets, dat ze gesteund zouden worden. Nee, jouw kennis, jouw inspiratie, of een podcast luisteren of een boek lezen, of met mensen überhaupt in gesprek gaan, dat is ook iets wat jou kan motiveren om door te blijven gaan. Want soms heb je dat gewoon nodig. Ja. En in je eentje dat bereiken of dat hard blijven werken, dat consistent. Mensen in je omgeving moeten het soms ook accepteren. Ja. Mensen waar je van houdt, je familie, je liefde, dat is ook op een bepaalde manier steun. Ja. Dus het is niet zozeer van oké, ga door of het motiveren of het helpen met iets. Nee, dat ze überhaupt al accepteren dat jij ermee bezig bent, is al een bepaalde vorm van steun. Ja. Dus ik denk dat ze heel goed moeten opletten in een omgeving, wie ze er allemaal aan hebben, zoals ik zeg. En los daarvan, oké, misschien is het nu nog bij mij een succesverhaal. Je weet natuurlijk niet wat er allemaal kan gebeuren of wat er gedaan kan worden. Maar soms is doorgaan of hard blijven werken ook dat jij de beslissing kan nemen om überhaupt te stoppen. Want dat hoor je vaker ook, dat mensen die blijven dan in die cirkel zitten van nee, het moet lukken, het moet lukken. Nee, maar misschien is het juist de beslissing om te stoppen. En juist. Ik denk het meest dappere dat je kan zeggen van oké, ik stop nu, ik maak de omschakeling. Ja. Of wat dan ook. Ik denk dat ze dat ook niet moeten onderschatten. Maar om dat überhaupt te testen of het de juiste moment is of wat dan ook, dat kan je niet in je eentje doen. Dus kijk in het netwerk, praat met mensen, luister naar podcasts. Ik blijf het herhalen, maar het helpt mij nog steeds heel erg als ondernemer. Het hoeft ook niet zozeer in je branche of wat of zo te zijn. Ondernemen is in elke branche hetzelfde. Dat heb ik inmiddels geleerd. Er zijn gewoon een aantal essentiële dingen die je in elke branche eigenlijk terug ziet komen. Zeker ook de mindset. Maar ook de privé situatie erbij. Een familie erbij of wat dan ook erbij. Iedere keer is dat eigenlijk wel hetzelfde. Ja. Ik denk dat dit een mooi compleet advies is waar mensen iets aan hebben, waar ze concreet mee aan de slag kunnen. Ja, ik durf te vragen. Ik denk dat bij mij ook precies zelf, ook jonge ondernemers of wat dan ook, als iemand een keertje wil sparren of even een berichtje via LinkedIn of wat dan ook, ja, graag. Want ik had dat niet. Ja. Toen ik net begonnen was, had ik dat maar. Dat mensen een klein beetje richting konden geven of me konden inspireren op wat voor andere manier dan ook. Ja. Ik ben de jonge luisteraars begeleid ik daar graag in. Ja. Ik heb niet altijd tijd. Ik ga ook niet ding doen. Maar ik probeer sowieso altijd tijd vrij te maken om überhaupt sowieso op een berichtje op te reageren. Ik zal je telefoonnummer in de beschrijving. Ja, doe maar. Met mijn foto erbij. Nee, grapje. Dus mensen inderdaad, mocht je advies willen, ben je serieus en heb je zoiets van hey, ik wil ergens mee aan de slag, dan kun je Murat altijd een LinkedIn bericht sturen. Je ziet zijn volledige naam, zie je in de beschrijving van deze aflevering staan. Dus die toets je in op LinkedIn en dan kom je bij hem uit. Hij is wel super druk, dus alleen benaderen als je echt serieus bent. Gaan we even terug naar wat we waren bezig met. Oké, dat stukje opbouwen, dat unieke verhaal van die indeling van het restaurant. Na het moment dat je eigenlijk super hard aan het gaan. Je hebt corona, je leert enorm veel in die tijd. Je overleeft die tijd, gaf je net aan. En inmiddels 14 vestigingen, er komen er 3 bij. En je staat op het punt om te internationaliseren en die droom waar te maken van supergroot internationaal horecaconcept. Ja. Hoe ga je van middelgroot bedrijf naar richting groot bedrijf of groot bedrijf? Ja, dat zijn we dus nu eigenlijk aan het meemaken. Ik ben de start-up fase ben je klaar en je weet niet exact wat je dan in de scale-up fase allemaal gaat meemaken. Daar zitten wij dan nu in eigenlijk. Het is trouwens wel grote start-up met 14 vestigingen. Ja. Maar ik snap... We zitten nu in de scale-up, dat kan ik wel zeggen. Alleen, ja, het is op een hele andere manier ondernemen. Het is op een hele andere manier naar je bedrijf kijken. Een paar jaar geleden is er een compagnon ook bijgekomen. SO naar Omar. Ja, SO naar Omar Mirza. Nog even over gaat, hè, voor het gesprek. Ja. Leuke kerel. En ja, het is samen de focus, samen met zijn ervaring of nog allemaal verschillende mensen in het bedrijf. Ik noem Omar wel, maar we hebben er zo veel meer. We zitten eigenlijk in een hele andere competitie, dus we moeten het ook op een hele andere manier benaderen. De problemen die nu ook komen zijn opeens veel grotere problemen dan eerst, die heel snel aangepakt konden. Maar nu moet je wat meer geduld hebben, op een hele andere manier de organisatiecultuur, de werkcultuur eigenlijk.
tot 4-5 jaar geleden was niemand bij ons hoe je met mails en agendas et cetera allemaal omgaat. Maar als ik nu kijk hoe we ermee bezig zijn, dan zijn we weer wat verder dan de standaard horecabedrijf. Dat mag ik wel met trots zeggen. En Omar is een van degenen die daar ook invloed op heeft gehad. Dus je bent een plan aan het maken, een bepaalde strategie aan het uitdenken van hoe je eigenlijk je doelen wil gaan behalen. Ja. Maar je kan daar niet aan vastzitten. De wereld verandert zo snel. Het is heel erg dynamisch. Er is wel een bepaalde rode lijn. Maar dat is niet een strakke lijn. Dat is meer een touwtje eigenlijk die soms ook in beweging komt. Ja. Maar juist dat kunnen anticiperen op verandering. Oké, nu gaan we het op een andere manier aanpakken. En dat koppige soms of eigenwijze een beetje los kunnen laten. Daar word ik zelf bijvoorbeeld persoonlijk ook steeds beter in. Sommige mensen zullen misschien anders over nadenken. Maar ik denk dat ik wat minder eigenwijs begin te worden. Je kent jezelf beter, het beste natuurlijk. Ja, daarom. En beter... betere luisteraar ook begint te worden. En dat ik daar... ik denk dat ik het daardoor ook steeds beter als ondernemer Je moet het ook steeds meer met meer andere mensen gaan doen. Want je wordt steeds groter. Dus ja, je moet hebt ook geen keuze. Het is niet iets van jezelf meer. Precies zoals je zegt. Het is weer een bouwsteentje. Oké, nu moet ik op deze manier gaan reageren. Want ja, anders behaal ik mijn doelen niet. Ja. Dus het is niet zozeer met het werk. Maar ook met je privé en je persoon. Je leven veranderen. Exact hetzelfde met je agenda. Als jij een aantal dingen wil... Hey, je moet er rekening mee houden. Je hebt geen keuze. Het is, als jij dat en dat en dat en dat wil, en dan moet je daarop gaan reageren. Dus je hebt eigenlijk die rode draad, die loopt overal doorheen. Ja. Je weet waar jullie naartoe willen. Ja. Dus dat is misschien ook meteen goed advies voor de ondernemers die al wat langer bezig zijn, ook naar deze podcast kijken of luisteren. Van zorg dat je die rode draad hebt. Weet wat het einddoel is en probeer je aan te passen onderweg daar naartoe. Of het nou een omgeving die is als die ontwikkeld. Je moet gewoon openstaan voor verandering. Je moet openstaan voor andere meningen. Je moet openstaan... voor gedachtes, maar ook bijvoorbeeld hele belangrijke strategische dingen waarvan je denkt van zes, zeven jaar geleden waarvan ik dacht van oké, dat ga ik niet doen, dat ga ik nooit doen, in Ekmix gaan we dat nooit op die manier aanpakken, gewoon echt zo groot praat ik ook met mijn omgeving. Maar op een gegeven moment maak je dan dingen mee of je leert iets of dan denk je van oké, misschien gaan we het toch wel doen. Of maar ja. Laat ik er althans voor openstaan. Om überhaupt te luisteren wat het nou exact is en precies goed over nadenken. En ik denk dat wij dat nu heel goed in het bedrijf aan het doen zijn met het hele team. Dat we over elke idee of elke verandering of wijziging of wat dan ook... Maakt niet uit hoe stom het ook in eerste instantie klinkt. Echt goed over nadenken voordat we überhaupt nee zeggen of ja zeggen of noem maar op. En daar worden we ook steeds beter in. Tegelijkertijd denk ik ook wel goed advies naar de luisteraars. Hè? Van als je... ergens mee bezig bent en je ergens absoluut niet achter staat, geef de tijd, ontwikkelen door. Wellicht dat je in de toekomst er wel mee aan de slag kan. Ja, dat is echt een van de grotere lessen die ik heb geleerd in mijn ondernemersleven nu 9 jaartjes. Dat cliché ding zegt nooit nee, zeg maar. Echt. Ja. Dat, zeker bij mij als persoon, ik ben best wel een dominante figuur ook in het bedrijf, zeg maar. Niet zozeer dat ik streng ben of zo, maar ik ben gewoon een aanwezig persoon. Je moet nooit denken dat je het al weet. Er komen altijd dingen van pas of iemand zegt dan iets waarvan je denkt, het klopt bij mij. Ja. En je ontwikkelt zelf als persoon ook, hè? Zeker weten. Dus ja, dat... Maar dat moet ook. En dat is leuk om mee te maken. Ik vind het super leuk om mee te maken, om mijn eigen ontwikkeling ook mee te maken. Zo. Ik ben aangestoken. Ik verslik me even in mijn slok water. ik ben sowieso blij dat ik jou hier in de studio heb zitten. Want ik weet wat er gaat gebeuren de komende jaren. Inshallah. Sure. Dan gaat het bedrijf groeien naar een soort van franchise-keten met tienduizenden vestigingen. Of duizenden vestigingen. En dan zit je misschien met het hoofdkantoor in Istanbul of Parijs of weet ik veel. En dan heb je helemaal geen tijd meer om dit soort... Tenminste, dan ben je niet zo dicht bij Nederland. Nee, ik beloof je nu, dan staat ook op record dat als zo'n moment gebeurt, dat ik alsnog ga komen voor jouw podcast. Voor deel 2. Inshallah. Je staat op het punt om te expanderen naar het buitenland. Ja. Gaf ik ook aan in de introductie en jij in het voorgesprek. Kan je al meer zeggen over het eerste land waar jullie naartoe gaan? Of wat je ambities zijn voor het grootste land, het land waar je het meest actief wil zijn of iets in die richting? Ja, het is niet zozeer een specifiek land of zo waar we kijken. Het is nu voor de hand liggend om gewoon
alleen al om het operationele en het praktische gedeelte, dat je België en Duitsland... Makkelijk genoeg. Ja, en ja, de stappen daarna, ja, we hebben op dit moment interesse of gesprek over, ja, bijna heel de wereld, zou je kunnen zeggen. Ja. We hebben interesse vanuit Amerika, Midden-Oosten, Pakistan, maar ook Oost-Europese landen. Ja, noem maar op eigenlijk. Van, ja. En dat is alleen maar een groot compliment voor ons dat we op die manier opvallen. Ja. Of dat nou in het buitenland of in het binnenland is. Überhaupt iemand die wil franchisen bij ons, die denkt van oké, ik wil me hierbij aansluiten. Kijk, bij ons werken is natuurlijk superleuk en je kan daar maar je binden als een franchise-nemer bij ons, dat je denkt van oké, ik hoor bij de familie, ik ga dit concept groter maken dan dat het is. Ja, dat is voor mij de grootste compliment die er is. Dus zeker ook richting de luisteraars, door als ik een beetje sluikreclame op die manier erin. Voor franchise-nemers, of je bent geïnteresseerd of te ondernemen. Of het gebeurt of niet gebeurt. Maar überhaupt om ermee in gesprek te gaan, ja, vind ik zelf ja, superleuk. Ja, het is ook een stukje bevestiging. Want van de mensen die daarmee aan de slag willen. Want het zijn vaak ondernemende types, hè, die een franchise-organisatie op willen zetten. Dat is wel een stukje bevestiging van ze willen aan de slag met jouw project. Ja. Dus met andere woorden, een stukje bevestiging dat het project klopt, slaagt, dat die mensen erachter willen staan en dat willen uitstralen. Maar daarnaast ook, het is geen vastgenageld concept. Dus ik denk, wat wij op dit moment als concept eigenlijk bieden richting de franchise-nemers ook toe, van oké, denk mee. Want wij zeggen, het is nog niet af. Ja. Het wordt iedere keer beter en het gaat altijd beter blijven worden. Dat is de bedoeling. Ja. Het is nooit af. Je hebt een blauw werk en daarbinnen valt er nog heel veel te fine-tune. Als die boom er maar staat in de recept. Ja, precies. En als we maar onder allemaal met mooie ideeën komen voor onze succes van ons allemaal. Top. We gaan je in de gaten houden. Om de podcast af te sluiten, heb je nog een laatste finaal advies voor de jongeren die luisteren en graag willen ondernemen? We hebben er al een paar benoemd, hoor. Maar... Ja. Laatste, ik denk dat voor jonge ondernemers misschien het vaakst een drempel is. Wees altijd brutaal genoeg om dingen te vragen aan mensen. Je weet nooit wat er vandaan van gaat komen. En ook niet opgeven als het bij de eerste deur niet lukt, tweede deur niet lukt, derde deur niet lukt. Blijf gewoon doorgaan. Wat zou je bijvoorbeeld kunnen vragen als je zoiets hebt van ik wil een horecaconcept opzetten? Hoe zou je dan dat concreet kunnen invullen? Nee, dat mensen van hoe ga je een onderhandeling aan? Of noem maar op. Of met wie moet ik praten voor zoiets wat betreft de horecabranche? Maar ook andere ondernemers in welke branche je dan ook zit. Durf hoe vind ik vragen? Een pand? Ja. Een goed pand voor een goede prijs? Gewoon om überhaupt gewoon jezelf te inspireren. Ja. Om dat te vragen waarvan je ook denkt, want soms... Ik maak zelf ook mee, ik weet niet waarom. Ik snap het ook totaal niet van... dan krijg je een bepaalde respect. Het is ook natuurlijk mooi als je denkt... dat is de oprichter of CEO van Ekmikje. Zeker nu ook dat we naamsbekendheid hebben. Snap je. Dus laat die mensen maar komen. En als ik ook maar een klein beetje wat zou kunnen betekenen. Maar ik denk niet alleen ik. Ik denk dat er heel veel ondernemers, zeker ook vanuit mijn netwerk... die ik heel makkelijk... die daar heel makkelijk over zouden zijn. Alleen soms kom je ze niet zo 1-2 tegen. Ja. Maar dan moet je niet opgeven en blijven doorgaan. Mooi. Mooi om te zien hoe je zelf bent gebleven. Humble. Ondanks al het succes. En fijn dat je dus ervoor ook voor open staat om mensen te helpen. Ik zeg altijd van als je iets wil vragen, wees wel concreet, weet je wel. Niet zo'n vage vraag, maar wees concreet. Wat wil je nou? Ja, kijk, dat is het Rotterdamse wat ik ook heb. Als ik een vage vraag krijg, of als ik denk van je denkt helemaal verkeerd of je bent maar verkeerd, dan zeg ik dat ook direct. Ja. Als Randstad, hè? Gewoon lekker direct. Daarom gewoon direct. Niet lullen, maar poetsen verhaal. Ja. Dat is het ook wel bij mij. En voor de mensen die nog onderweg zijn naar ondernemerschap, nog aan het studeren zijn of iets, en die een baan zoeken bij een van de leukste restaurants van Nederland, Ekmikje. Je zit in Rotterdam, je zit in Amsterdam. Volgens mij redelijk landelijke dekking, hè, met die 14 vestigingen. Waar kunnen de mensen terecht als ze willen solliciteren? Ze kunnen sowieso een mailtje sturen naar info@ekmikje.nl. Maakt niet uit met welke vraag, of dat met franchise of met werken of wat dan ook te maken heeft. En dan komt het op de juiste afdeling terecht. En ook een website heb je, denk ik, ekmikje.nl. www.ekmikje.nl. Daar kunnen ze met al hun informatie wat ze zouden willen kunnen vinden. Top. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek. Jij bedankt. Een hoop takeaways waar mensen iets mee kunnen. En wellicht een deel 2 over een paar jaar. Inshallah, dan doen we het op onze kantoor in Parijs. Inshallah. In Parijs, Istanbul of Pakistan, maakt niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat die groei plaats gaat vinden. En
dat jij de juiste persoon bent om dat te leiden. Dus dankjewel voor dit inspirerende gesprek. En wellicht tot de volgende keer. Inshallah. Yes, Murat. Thanks. Dankjewel.